Universiteit van Nederland. Waar gaan we het over hebben, Olivier? Boeren. In de Romeinse Republiek. Is dat interessant? Dat is ontzettend interessant. Okay. En een heel groot probleem. Nou, dan gaan we beginnen. Je bent pas een echte Romein als je een boer bent. Een, een echte Romein is een echte boer. Dat kan prima. Dan, uh, je bent aan het verbouwen en dan sla je iemand neer... en dan ga je weer oogsten. De oplossing ja? is wel makkelijk. Ja, de schaalverkleining van die landbouwbedrijven. Maar niemand het de ander gunt om succesvol te zijn. Dan word je hartstikke populair bij een groot groep mensen met zwaarder. Leuk dat je weer luistert naar Rare Jongens, aflevering 4. Onze studio staat nog steeds op die noordelijke grens van het oude Romeinse Rijk in Nijmegen. En tegenover mij zit gelukkig weer historicus en hoogleraar oude geschiedenis, Olivier Hekster. Hallo, hallo, hallo. Hallo, In deze podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland... ...bekijken we onze tijd door de bril van de Romeinen. Ja, Olivier, deze aflevering staat in het teken van boeren, landbouw, hervormingen... Hielden de Romeinen zich daarmee bezig? Hielden ze zich heel intensief mee bezig. En dat wordt dan ook nog gekoppeld aan soldaten. Wauw. En aan het eind van deze aflevering gaan we het over iets heel anders hebben. Want dan is het de tijd van onze rubriek. Waarvoor we nog een naam zoeken. Eh, waarin wij onze luisteraars vragen om jou uit te dagen. Om met iets te komen waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht. En dat is... Honderd jaar worden. Het eeuwige leven. Dachten ze daarover na? Honderd jaar? Nou ja... Ik ben Merijn, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. Hoog tijd om te beginnen. Ja, moest jij bij die boerenprotesten tractoren op de snelwegen ook gelijk aan de Romeinen denken, Olivier? Ik denk voor mijn werk altijd aan de Romeinen, dus hier ook, maar niet meteen. Maar er zijn wel hele interessante koppelingen te maken met de manier waarop aan het einde van de Romeinse republiek Heel heftig wordt geprotesteerd over en gedebatteerd over landbouwhervormingen en uh, discussies die we nu hebben. Ja, want eh, nu zorgt stikstof bijvoorbeeld voor heel veel problemen. En vinden we dat daarom de landbouw deels moet worden hervormd? En bij de Romeinen moesten er dus af en toe ook het roer om. Ja, maar het gaat niet om stikstof, maar gaat over de problemen van schaalvergroting. En dat is waar we misschien een koppeling kunnen leggen. Want hoe zag die landbouw er dan uit in de oudheid? Als je aan het begin van het vroege Rome gaat kijken, dus dan hebben we het echt een paar honderd jaar voor Christus. Voor zover we dat weten, dan waren de Romeinen vooral zelfstandige boeren. En dat is denk ik sowieso goed je te beseffen als je naar de pre-industriele samenlevingen kijkt. Dan is het merendeel van de mensen bezig met voedsel te verbouwen. Want dat heb je nodig. Dus in alle pre-industriele samenlevingen hebben we tussen de 90 en 95 procent van de bevolking die bezig is met landbouw. Want je opbrengst per oogst is zo laag dat als je dat niet doet, dan ga je dood. Dus wij je... denken vaak aan die steden en ja, aan die Romeinen die, die druiven zitten te eten. Dat is een heel klein percentage van de bevolking. Een grootste deel van de bevolking is bezig met landbouw. En in de oorspronkelijke ideeën zijn dat zelfvoorzienende boeren. Dus dat is een, een klein stukje grond, een paar hectare groot. En daar zorg je dat je voedsel verbouwt, dat je grotendeels ook zelf met je familie opeet. Dat, dat is wat je doet. En voor Romeinen was belangrijk... Dat die groepering, die dus zelf op dat stukje land woonde, die boeren, dat die ook de groepering was die de stad en de staat bewaakte. Dus de soldaten waren diezelfde boeren, een boer die goed voor zichzelf en zijn familie kon zorgen, die kon op een gegeven moment ook wapenrusting kopen en daarmee zorgde die in eerste instantie dat die het gebied veilig hield. Wat was het belang van die boer om een stad te beschermen? Nou ja, een stad bestaat uit een stukje stedelijke omgeving en heel veel landrij daaromheen en ik denk dat iedereen die een Eigen land heeft. En ook iedereen die geen eigen land heeft. Begrijpt dat vijanden die door je land heen ploeteren. Een heel slecht idee zijn om te overleven. Dus je wil dat gebied beschermen. En Rome ligt in een vallei. De Tibervallei. En nou ja, in de bergen heb je allerlei, had je allerlei andere volken. En die kwamen af en toe dat eten roven. Want dat is ook een manier om aan eten te komen. Je hebt twee manieren. Je kan je eten verbouwen of je kan stelen. Uh, nou die Romeinen wilden niet dat hun, stelen, hun eten gestolen werd. Dus die gingen die volkeren in de bergen verslaan. En toen ze daar eenmaal mee bezig waren, hadden ze blijkbaar de smaak te pakken. En begonnen ze het hele, het hele Italische schiereiland te veroveren. He, die, die hele verovering van het Italische schiereiland is, is absurd om over na te denken. Als je zelf ooit in die regio bent geweest en je staat op zo'n berg en je denkt. nu ga ik de rest van dit land veroveren. De, de, geen idee hoe dat gegaan is. Maar dat is wat we, wat we weten. Dus Romeinen beginnen met volkeren verslaan, waar ze strijd mee voeren in de bergen tegenover. En dat gaat langzaam maar zeker steeds groter worden. En ze gaan met die volkeren afspraken maken dat zij. Ophouden hen dood te slaan op het moment dat ze bereid zijn in hun legers te vechten. En daarmee krijg je een heel groot Romeins leger dat steeds meer land verovert. Maar de kern voor de Romeinen in dat leger blijven die zelfvoorzienende boeren die hun eigen wapenrusting betalen. Oké, okay, maar nu snap ik toch iets niet. Want als jij een boer bent en je gaat vechten, wie zorgt er dan voor je land? Dat is precies het probleem dat we gaan krijgen. Okay, dat, is, ja. dat is namelijk heel erg makkelijk te doen, zolang je strijd voert. Tussen de seizoenen. Dus als je kijkt. Is, ja, ja, ja. Als je ja. überhaupt kijkt naar de, de, de strijd die vaak gevoerd wordt in de, in de oudheid, dan gaat dat om voedsel. Dus dan voer je je strijd tussen het zaaien en het oogsten in. Dat kan prima. Dan je bent aan het verbouwen en dan sla je iemand neer en dan ga je weer oogsten. Dat is, dat. Maar naarmate dat rijk groter wordt, wordt dat steeds lastiger. Want als jij aan het vechten bent. Helemaal aan de rand bij de Apennijnen. of op een gegeven moment in wat we nu Griekenland noemen. laat staan op een gegeven moment in het Nabije Oosten of in Noord-Afrika. dan kan je niet terugkomen om je landerijen te verbouwen. Maar even nog iets tegenwerpen. want die boeren die wonen daar met hun familie. zij zijn aan het vechten. wat doet die rest van de familie dan? Die kan toch rustig op het land doorwerken? Die zullen ongetwijfeld op het land doorgewerkt hebben. maar als je een zelfvoorzienende boer hebt met één heer des huizes. dan is het natuurlijk maar één heer des huizes. Ongetwijfeld zo, zo was rest, het wel verdeeld. Zo was, nou, de rest van de familie zal meegewerkt hebben, maar die konden minder doen. Die mochten ook minder doen. Uh, maar is, een van de problemen is de afwezigheid. Misschien nog een veel groter probleem. Is dat die uitbreiding van dat rijk ook zorgde, hebben we het vorige keer ook over gehad, over enorme hoeveelheden geld ja. en slaafgemaakte. die naar dat Italische Schiereiland kwamen. En dat de. Buiten daarvan onevenredig verdeeld was. Dus vooral die generaals kregen heel veel ja. middelen. Die gaan dus vervolgens ook land opkopen, wat niet goed onderhouden kan worden door die soldaten. Dus die soldaten die zijn aan het vechten daar en dan komt er een rijke landheer die die buit heeft, of een generaal, en die koopt dan dat land op van zijn eigen soldaten. Voor een deel? Voor een deel. Voor een ja, een deel kopen ze het op, voor een deel maken ze ook gebruik van uh, zogenoemd publieke grond. En dat heb je ook in heel veel samenlevingen, dan heb je stukken land. Die van de gemeenschap als geheel zijn, en daar kan je dan je schapen op laten grazen. Ja, er was nog geen kadaster, zeg maar, zoals we dat nu hebben, waarin alles is vastgelegd. Maar je had ook wel een kadaster, maar een deel van het kadaster was publieke grond. Oké. Okay. Dus dat is, dat, die publieke grond was vastgelegd. Dit is publieke grond, die mag iedereen gebruiken. Het enige is dat uh, juist die rijkere grootgrondbezissers. veel systematischer die publieke grond gingen gebruiken. voor hun eigen landbouw en hun, uh, hun eigen veeteelt. Dus wat je ziet gebeuren is: aan de ene kant een probleem voor het echt systematisch beplanten en onderhouden van je eigen grond door de soldaten, die zelfvoorzienende soldaten. En aan de andere kant steeds grotere landbouwbedrijven die die generaals onder hun controle hebben, waarin slaafgemaakte en op een gegeven moment ook dagjesloners, die niet meer hun eigen bedrijfje konden runnen, moeten gaan werken om veel efficiënter. Veel meer goederen te gaan produceren. Nou, dat is natuurlijk heel goed nieuws voor die grote landbouwbezitters. Dat, we noemen dat latifundia, hele grote ville waarin mensen echt grootschaliger uh, landbouw gaan bedrijven. Maar heel slecht nieuws voor die kleine boeren. En die kleine boeren die verdwijnen steeds meer. En dat is een dubbel probleem. Het is een probleem omdat het niet past bij het Romeinse zelfbeeld van zelfstandige boeren, de normale Romein die echt goedkeurig uh, zelf vecht en zelf de staat ontbreken. Je houdt een echte Romein als je een boer bent. Een, een echte Romein is een echte boer, die zelf in ja. uh, zijn onderhoud kan voorzien. Dat is het ene probleem. Het andere probleem is dat, zoals ik zei, die zelfstandige boeren ook de kern van de Romeinse legers vormden. Want ze betaalden zelf hun wapenrusting, ze werden niet betaald. Als die zelfstandige boeren wegvallen. Dan heb je dus ook geen soldaten meer. Nee. En dan moet je ze misschien wel gaan betalen, maar dat deed je niet. Dus de, de, dat dubbele probleem. dat zie je in de Late Republiek echt opkomen. En dat realiseren mensen zich ook. En de, de namen die daar het meeste aan gekoppeld zijn. zijn Tiberius en Gaius Gracchus. Twee broers die ongeveer 150 voor Christus leven. Uh, 133 en 123 zijn grote landbouwhervormingen die zij proberen door te voeren. En die realiseren zich twee dingen. Hé. Hey, als zij door de akkers rijden. Hé, hey, we hebben die zelfstandige boeren niet meer. Dus waar halen wij onze soldaten vandaan? Dit is een probleem. En het tweede probleem dat ze zich realiseren. Is dat die enorme akkers die er nu zijn. Die grote landbouwbedrijven. Die worden voornamelijk bemenst. Door allerlei slaafgemaakten, door allerlei niet-Romeinen. En wat gebeurt er als die in opstand komen? Dus die zijn heel erg bang. Aan de ene kant voor het verdwijnen van de Romeinen uit het leger. En aan de andere kant van heel veel buitenlanders die daar als slaafgemaakten op de akkers werken en misschien wel in opstand komen. En hebben die broers die dat probleem constateren dan ook een oplossing bedacht? Zeker, de oplossing is ja? heel makkelijk. Ja, de schaalverkleining van die landbouwbedrijven. Dus hun oplossing was heel makkelijk. Die bedrijven die maakten gebruik van die publieke gronden. Dat mochten ze helemaal niet, dus daar moesten ze vanaf. En mocht eerst wel? Het werd gedoogd. Oké. Okay, yeah. en, en zij stellen dus echt hele rigoureuze landbouwhervormingen voor, die erop neerkomen dat de grootgrondbezitters land moeten afstaan. Dat er een commissie komt waar ze zelf ook in zitten, die toezicht houdt op de nieuwe verdeling van het land. Dat die publieke grond teruggegeven moet worden en dat daar dus ook. Gewoon zelfstandige Romeinen weer mogen werken en moeten werken. En dan krijg je dus die balans weer terug. Dit het wordt heel hoog opgevoerd. Uh, heeft ook te maken met politieke systemen in de Romeinse Republiek, waar we het misschien een andere keer in een podcast over gaan mm -hmm. hebben. Maar uiteindelijk proberen de Gracchi dingen door te voeren. Door een volksvergadering waar het gewone volk meer te zeggen heeft. in plaats van de senaat waar de elite het meest te zeggen heeft. Dat proberen ze te doen. Dat lukt ook. En dan proberen ze zich opnieuw verkiesbaar te stellen. En dat zorgt voor zoveel onrust. dat eerst Tiberius schakkes en daarna je schakkes vermoord worden in de rellen die hierin losbarsten. Dus het is echt heel heftig hoe dit eraan toe gaat. Ja En toch, Olivier, het doet me heel erg denken aan het nu toch? We willen ook kleinschalige landbouw. We moeten wel vanwege die stikstofproblemen. En we krijgen het eigenlijk ook niet echt voor elkaar. Behalve dan met dwang misschien. Dat is inderdaad wat je in die oudheid in ieder geval ziet. Is dat de uh, problemen door een deel van de bevolking gezien worden. Maar dat de grootgrondbezitters geen enkel belang lijken te hebben... bij de oplossing die wordt aangedragen. Dat is ook waardoor het uiteindelijk met de, de grakkie misgaat. Want wat zij proberen door te voeren... heeft zo weinig... Uh, voordelen voor die grootgrondbezitters: dat je continue problemen krijgt. En zelfs als ze die wetten er een keer doorgevoerd krijgen, gaan ze niet gehandhaafd worden. Dus de, de, de problematiek van het kleinschaliger maken van hele grote bedrijven is iets waar Rome ook heel lang mee te maken heeft. En dat probleem wordt nog groter in de loop der jaren, omdat, wat ik net al zei, als je die kleine boeren niet meer hebt. Dan moet je iets anders doen met je soldaten. Ja. En de oplossing die Rome daarvoor kiest, is soldaten te gaan betalen. Dus je krijgt een professioneel leger. Dat gaat onder Gaius Marius. Die gaat een professioneel leger doorvoeren. waarin soldaten betaald worden voor het vechten. Voor hun werk. Ja. Dat, dat lost twee problemen op: het lost het probleem op dat je die kleine boeren niet meer hebt. die zelf de soldaten kunnen leveren. En het uh, lost het probleem op dat ze lang aan de grens moeten zijn. Want je hebt nu gewoon professionele soldaten. Het probleem is alleen dat de Romeinen nog steeds nadenken. Over zichzelf als zelfstandige boeren. Dus als die soldaten na 15, 20, 25 jaar als veteranen uit het leger terugkeren, dan willen ze als een echte Romein een stukje land. Want er is geen pensioenregeling. Er is geen pensioenregeling. Nee. Daarbij de manier waarop Romeinen over bezit denken, is als zelfstandig boer. Dat is het hele zelfbeeld. De echte Romein is een, is een boer. Dus die veteranen die willen land. Maar waar hou je dat land vandaan? Nou, dat land dat is in handen van die grootgrondbezitters. Groot dus hoe kom je daaraan? Nou, dat is een probleem wat echt jarenlang in de Romeinse politiek gaat spelen. Want die soldaten die hebben jarenlang gevochten voor een generaal. Die generaal wil goed voor zijn soldaten zorgen. Nou, wat is de manier om dat te doen? Ze zorgen dat ze allemaal een stukje land hebben. Dus die, soldaten, die generaals komen terug. Dat geldt over Pompeius de Grote, maar ook voor Caesar. Die komen terug en die zeggen. Mijn soldaten hebben een stukje land nodig. Ja, zegt een deel van die senatoriale elite. Ja, ik ga dat stuk land er niet aan opgeven. Dat is mijn brood. Dat is van mij. Het ja. probleem is nog groter. Want ze willen ook niet dat die generaal die wet doorvoert... waarmee die soldaten een stuk land krijgen. Want stel dat jij een wet doorvoert... waardoor die soldaten een stuk land krijgen... dan word je hartstikke populair bij een groot groep mensen met zwaarden. Namelijk nou, dus die oude ja, die boeren die, 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 die heel goed die, kunnen vechten. Die veteranen... Ja. Zijn dan voor altijd jouw dankbaarheid verschuldigd? Nou is het hele idee in die Romeinse Republiek dat de elite, de senatoren, de, de toplaag, gezamenlijk dingen besluiten. En dat er niemand heel veel belangrijker is dan de ander. Dus zo'n wetsvoorstel waarin je systematisch een oplossing vindt voor grond voor die veteranen, is ontzettend lastig. Het is ongelooflijk nodig, maar het is ontzettend lastig. Hoe lossen ze het op? Niet. Is het, is het interessante? Dus ze lossen het niet op omdat het duidelijk nodig is, maar niemand het de ander gunt om succesvol te zijn. Dus we zien Ik keer, een parallel hoor. We, we zien nu. keer op keer landhervormingswetten die worden voorgesteld en die worden afgewezen. En dat gaat echt een groot politiek spel worden. Dat wordt ook een manipulatie van de publieke opinie. En het beste voorbeeld daarvan is misschien wel Julius Caesar. Die probeert landhervormingswetten door te voeren om de veteranen, eerst van Pompeius, dan ook van zichzelf, land te geven. En hij weet dat als hij dat gaat voorstellen aan die senaat, waar ik het net over had, dat die het gaan afwijzen. Dus, dus wat doet hij? Hij zorgt dat het wetsvoorstel dat hij gaat voorstellen aan die senatoren, aan die elite, die mensen die zelf voor een groot deel dat grote grondbezit hebben, dat hij die helemaal uitschrijft. En die gaat die. Voorlezen en laten voorlezen aan het volk van Rome. Dus ah. hij gaat in de stad Rome, aan de grote volksvergadering, waar veel bredere groeperingen van het volk vertegenwoordigd waren, zeggen: dit is de wet die ik ga voorstellen. Dat vinden jullie toch een geweldig idee? Dat is toch de wet die wij allemaal willen? Ja, ja, roepen ze. Dat is de wet die wij allemaal willen. En vervolgens gaat hij met die wet maar naar de senaat, het senaat, waar die wordt afgewezen. Want nog steeds, misschien nog wel sterker gunnen senatoren nu niet aan Caesar de mogelijkheid dat hij die wet doorvoert. Want dat maakt niet alleen bij de boerenbevolking... maar ook bij de hele bevolking voor Rome duidelijk hoe hij dit wil. Dus je ziet dat dit steeds verder wordt, wordt opgeschaald. Die, die polarisatie wordt steeds groter. Omdat de oplossing die nodig is... per definitie zou leiden tot enorme politieke winst bij één persoon. En niemand gunt de ander die winst. Ja. Doe ik me weer denken aan nu eigenlijk, hè? BBB, FVD, NSC. Je hebt in Rome geen politieke partijen nee. die dit willen. Nee. Nee. Dus het is, en je hebt ook niemand die systematisch zegt... wij moeten de grootgrondbezitters handhaven. De grootgrondbezitters zelf zitten, de ja. zitten in die politieke elite... en hebben weinig reden om het te hervormen. En zijn vooral ook bang voor... De hervorming en de populariteit die dat zou brengen. Dus dat is wel echt een, een andere situatie. De parallelie is dat er noodzakelijke hervormingen zijn. en allerlei andere argumenten. en allerlei dingen die te maken hebben met hoe onze samenleving georganiseerd. en hoe de Romeinse samenleving georganiseerd was. Mm -hmm. het moeilijk maken om zo'n hervorming door te voeren. Maar uiteindelijk moet het toch opgelost zijn geweest, Olivier? Je zegt wel, het wordt niet opgelost. Maar er komt een einde aan deze uh, grootgrondbezitters er, toch? Er komt, er, komt, nou niet, er komt geen einde aan de grootgrondbezitters. Er komt wel een einde aan de discussie daarover. En aan de manier waarop je je veteranen land geeft. En dat heet uh, de militaire dictatuur die we tijdens de keizertijd krijgen. Uh, Caesar wint de burgeroorlog, die onder andere hierdoor ontstaat. En een van de eerste maatregelen die hij als dictator voor het leven doorvoert. is het soldaten vestigen. Op land door het hele Romeinse Rijk heen, waardoor hij in dat hele Romeinse Rijk veteranen krijgt. Aanhangers. Uh, die ook hem aanhangen. Dus dat uh, uiteindelijk in die keizertijd is het veel makkelijker om systematisch die veteranen land te geven. Want de keizer is eigenlijk de enige aan wie zij nog loyaliteit verschuldigd zijn. Dus die keizer is veel makkelijker in staat hele heftige veranderingen door te voeren. Ja. Ironisch gezien leidt dat niet tot het einde van het groot grondbezit. Want we hebben nog veel grotere akkers... en veel grotere schaalvergroting in de keizertijd... bij een veel kleinere groepering. En daarmee krijg je die enorme verschillen... in rijkdom en bezit... waar we het in de vorige podcast al over gehad hebben. Nou, dat is een mooi moment om af te ronden volgens mij, Olivier. Volgens mij ook. Ja, toch? Dan is het natuurlijk wel tijd... nog als allerlaatste in de aflevering... waar we elke aflevering mee eindigen... met de rubriek waarvoor we nog steeds een naam zoeken... We dachten bijvoorbeeld aan Veni, Vidi, Viets om over na te denken. Ja, die vond ik nog flauwer dan degene die je vorige week had. Maar... Ja, maar goed. Dus we zijn nog steeds op zoek. Zeker. Uh, maar waar het op neerkomt... Lu ja. <laughs> Luisteraars van onze podcast mogen Olivier uitdagen om met iets te komen... waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht. En we hadden weer een leuke inzending van Stijn Goos deze keer. En hij dacht dat Romeinen nog nooit eraan hadden gedacht om 100 jaar te worden. Dat hadden de Romeinen zeker wel. En dat hebben mensen in de oudheid heel vaak. We hebben best veel antieke teksten van mensen die op zoek zijn naar het eeuwige leven. Mes Epos is veel ouder dan de Romeinen. Dus iemand die op zoek is naar het eeuwige leven. We hebben in. In de Bijbel. En de Bijbel is natuurlijk ook in de oudheid geschreven. Ja. Het is op een bepaalde manier een antieke tekst. Een hele hoop mensen die heel oud worden. Noach van zijn. Hè, van, van de, van de ark. ark. Van de Ark. Ja. Hartstikke oud, aan het einde hartstikke dronken, maar ook hartstikke oud. Dus heel veel verhalen over hele oude mensen. We weten zelfs dat Romeinen heel oud konden worden. En we hebben een, een prachtige inscriptie bijvoorbeeld van een gladiator die 92 jaar geworden is. Dus zelfs een gladiator waarvan je zou denken, die heeft een heel heftig leven, die gaat snel dood. Ja. Kon 92 worden. Dus. Gemiddelde leeftijd in Rome was heel laag. Maar dat heeft voor een groot deel te maken met hoge kindersterfte. Als je eenmaal een bepaalde leeftijd bereikt had, kon je echt best wel oud worden. En waarschijnlijk was het weer zo dat de rijken ouder werden dan soldaten of boeren. En zeker dan dagjeslopen. Net als nu eigenlijk. Maar ook Romeinen konden heel oud worden. Waarschijnlijk zelfs 100. Wow. Nou, Stijn, daar hadden ze dus mooi wel over nagedacht. Nou, denk jij iets briljants te hebben bedacht waar de Romeinen nog niet over hebben nagedacht? En luister je via Spotify. En dan kan je onder de aflevering gelijk jouw idee invullen. En anders via een link in de show notes. Ja, dit was Rare Jongens voor deze week. Volgende week? Nou, volgende week gaan we het verder hebben over die vrouwen. die blijkbaar in dat boerenbedrijf niet genoeg mochten doen. Uh, of wel... ze wel. Ja. Nou, we gaan het hebben over gender. Kijk, vergeet je niet te abonneren, dan hoor je mij en Olivier vanzelf weer langskomen.